Dames en heren, wanneer u het nieuws gisteren heeft gevolgd op tv of kranten, kon u er weer niet omheen. Een heel groot Europees kinderporno-netwerk is inmiddels opgerold. Meer en meer komt u dit soort van nieuwsberichten tegen. Denk maar recentelijk aan de tragische gebeurtenissen hier in Amsterdam rondom Robert M. en de vele aantijgingen tegen misbruiken van priesters in de kerk. De media berichten hier heel uitgebreid over, met name de focus op de daders. Maar de vraag die zelden wordt gesteld is, hoe gaat het leven verder van al die slachtoffers van kindermisbruik? Hoe gaan zij ermee om wanneer ze volwassen individuen zijn geworden? En hoe herinneren zij al die traumatische gebeurtenissen die in hun kindertijd zijn voorgekomen? Dit soort van vragen onderzoek ik op de Erasmus Universiteit Rotterdam, als hoofd van het Clinical Cognition Laboratory, samen met heel veel enthousiaste studenten, waarvan een aantal ook vandaag aanwezig. En een grote doorbraak hebben we gemaakt recentelijk wat betreft verdringing van traumatische herinneringen. U heeft allemaal wel eens als leek ook gehoord van het woord verdringen. En al snel gaat u dat woord gebruiken van, goh, dat heb ik verdrongen, ik heb geen idee meer wat dat was. Maar wanneer je het concept verdringing wetenschappelijk gaat onderzoeken, zijn wij tot ontdekking gekomen dat je verschillende soorten van verdrongen of hervonden herinneringen hebt. Er zijn herinneringen die mensen heel spontaan hervinden wanneer ze bepaalde reminders tegenkomen. Wanneer je bijvoorbeeld als kind bent misbruikt, dan kan het zijn dat je jaren later, wanneer je bijvoorbeeld de dader terug tegenkomt, terug op de locatie bent waar het misbruik heeft plaatsgevonden, dat ineens out of blue terug die herinneringen naar boven komen. Aan de andere kant heb je ook mensen die bijvoorbeeld omwille van een depressie in therapie gaan en de therapeut gaat suggereren dat men als kind is misbruikt. De patiënt zal in eerste instantie dit heel krachtig ontkennen. Maar na maanden van suggesties van de therapeut gaat men jammer genoeg toch herinneren dat men als kind is misbruikt. Nu, wanneer je die twee typen van verdrongen herinneringen en kindermisbruik contrasteert met elkaar, dan zie je heel grote verschillen in de authenticiteit. Herinneringen die spontaan naar boven zijn gekomen op basis van reminders, zijn veel eerder authentiek bevonden dan herinneringen die op basis van suggesties en therapie naar boven komen. Dus het is heel belangrijk dat men daar heel kritisch naar kijkt. En dit is voornamelijk van belang in rechtszaken waarin seksueel kindermisbruik een rol speelt. Een fenomeen wat jammer genoeg alleen maar een stijgende lijn is op dit moment. Aan de andere kant in ons laboratorium onderzoeken we ook depressie en angststoornissen. We zijn recentelijk begonnen met een nieuwe lijn naar behandelingen waarbij we aandacht en werkgeheugen functioneren van die patiënten proberen aan te passen, zodat men niet meer altijd de focus gaat leggen op de zeer negatieve informatie in hun omgeving, maar dat ze zich ook gaan richten op positieve en ook neutrale informatie en dat ook in het dagdagelijkse leven. We zijn daar nu een grote behandelstudie net begonnen en ik hoop dan ook, aangezien communicatie zo belangrijk is, zoals ik hier vandaag heb gehoord, dat ik u daar in de volgende jaren ook namens de Jonge Academie nog veel over kan communiceren. Dank u.